Steve, soms heb je van die balwedstrijden. Vandaag was het er zo een? Ja, inderdaad. We zullen absoluut niet alles winnen dit seizoen, sowieso. En dat zijn moeilijke wedstrijden, uit op bergen. En we gaan er nog zulke beleven vandaag. Ja, is het negatief en tegenslagen. 85 minuten de beste zijn, het meeste kansen afgedwongen, maar toch 3 in verliezen. Dat is eenmaal voetbal, maar ook een beetje efficiëntie vooraan bij ons. We scoren, we verliezen samen, winnen samen. Maar ik denk als we dat 1-0 kunnen maken in de eerste helft, dan gaan we met een goed gevoel de rust in. Het blijft 0-0, we weten dat we het moeilijk gaan krijgen. En dan krijgen we een beetje te snel die 2 doelpunten naar elkaar. En dan is het wel achtervolgen en proberen nog alles te doen, maar dat is bijna onmogelijk. Ook de keeper van Bergen die een zeer peuken wedstrijd speelt? Ja, ik denk de gemakkelijkste bal neemt hij en dat is de vrije trap. Voor de rest neemt hij alles wat hij moet pakken. En dus ja, hij houdt zijn recht vandaag ook. Komt het vrije weekend gelegen? Wel gelegen of niet. Ik denk dat we vandaag verloren hebben en ik denk dat we gewoon lessen moeten uittrekken. We zijn een jonge groep. We spelen een nieuw systeem en ik denk we moeten nog wat bijschroeven waar moet. En ik denk dat dat een goede les is vandaag. Kortom, een lesje in efficiëntie. Ik denk het wel. Hè. Ik denk we krijgen 2 doelpunten in 3-4 minuten tijd en de match is gespeeld. En zo simpel is het. Dank u wel.